Ik kan wat vertellen over de kunstwerken hier van Bert van Omme. Bert van Omme is een kunstenaar die in 2012 overleden is. Veel te vroeg, hij was zo'n 47. Hij is opgeleid in Arnhem, heeft daar ook heel veel werk gemaakt. Werk op schilderijen, grafisch werk. Hij heeft lesgegeven en hij schreef ook. Bert van Omme beeldde vooral woningen, kantoren en straatbeelden uit op zijn schilderijen en grafisch werk. En in een hele heldere stijl met, vind ik, een heel mooi kleurenpalet. Deze twee kunstwerken zijn belangrijk voor de kunstcollectie van Gelderland. We bezitten al een zeefdruk van Bert van Omme. Maar deze twee beelden, die in de nacht zijn, nachtbeelden, die laten heel mooi zien welke mysterieuze sfeer, welke stilte eruit gaat. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat hij werk laat zien wat we in onze dagelijkse praktijk als provincie Gelderland ook waar we verantwoordelijkheid voor dragen, onze provinciale wegen. Hij laat hier een werk zien met een bushalte en een werk, een straatbeeld met daarop een verkeersregelinstallatie en lantaarnpalen met zicht op wat woningen en een kantoor. Deze kunstwerken van Bert van Omme zijn belangrijk voor mij omdat ik eigenlijk viel voor de eenvoud. Ik viel voor zijn mooie kleurenpalet, waarin hij zo mooi laat zien waar we in Gelderland mee en aan werken. Onze provinciale wegen, daar hebben we bushaltes, daar hebben we verkeersregelinstallaties en die zijn hier in al hun eenvoud, maar ook in hun essentie in weergegeven. En omdat Bert van Omme vooral werkte in Arnhem en omgeving, is de kans groot dat je met name het schilderij met kantoor en verkeersregelinstallatie ergens terug kunt zien. Het is weliswaar een beeld al uit 2001, als ik het goed heb. En er is wel wat veranderd in Arnhem, maar hoe spannend is het om zijn werk terug te vinden in Arnhem, in onze eigen werkomgeving.